Zo, zijn we aangekomen bij het hoofdgerecht. Voor het hoofdgerecht hebben we een mooi stukje ossa's voor jullie. Daarbij hebben we een jus gemaakt op basis van zwarte truffel. Hè. Dat is ook mooi in het seizoen nu. Daarbij hebben we wat witlof, dat is voor jullie alvast voorgebakken. We hebben een aardappeltaartje gemaakt. We hebben een olie van look. We hebben krokantjes van pinda en gepofte uien. En we hebben een bakje met boter. Een bakje met boter eigenlijk voor straks als je de ossa's gebakken hebt. Aan het einde doen we de boter erbij als het vuur uitstaat. Echt om mooi het vlees nog even in te glaceren. Geeft een mooie smaak aan de buitenkant. We hebben alles gedaan in een doosje met een roze sticker. Dus check het altijd even goed. Nou, voordat we beginnen, ik heb een pan aanstaan met water. Daar gaat straks de jus in. Hij is al aan de kook geweest, dus hij kan er vanaf. Ik heb een koekenpan nodig. Ik gebruik een vleestang. En ik heb mijn oven op 180 graden. Ik begin met de twee bakjes erin te doen. Met één met witlof, één met die aardappel. Die moet 8 minuten op 180 graden erin. Laatste minuut doe ik de borden erbij. Dan heb je echt mooie warme borden. Voor dit gerecht eet dat super lekker. Dus hier is waar we mee beginnen. Zo. Vervolgens haal ik de pan van het vuur met kokend water. En doe ik daar alvast de saus in. Zo. Naar borden even aan de zijkant. Pan op de inductie voor om het vlees aan te bakken. Belangrijk om te weten, het vlees die zouten wij van tevoren. Dus dat zout trekt er mooi in. En we hebben nog gemarineerd in olie van gepofte knoflook. Dus die trekt er ook mooi in. Dus als je hem openmaakt en je denkt wat ruik ik nou, dan is dit die gepofte knoflook. Voel met de palm van je hand altijd even de temperatuur van de pan. 2-3 centimetertjes boven de bodem, want anders verbrand je straks en dat wil ik natuurlijk ook niet. Ik heb net even een plateautje gepakt. Als het vlees straks gebakken is, leg hem op een plateautje neer. Haal hem sowieso uit de pan. Anders gaat hij door en dat willen we natuurlijk niet. We willen op het vlees natuurlijk mooie Maillard-effect. Dus dat is die karamellisatie van die eiwit in het vlees. Dat geeft die smaak. Dat is wat we altijd zoeken. Dus zorg echt dat die mooi goudbruin gebakken is om en om. Zorg dat de temperatuur van de pan niet te hoog is. En nu zie je dat die om en om mooi bruin is. En er zit genoeg hit in die pan. Dus ik heb het vuur uitgedaan. Doe de boter erbij. Zou je nu het vuur aan laten staan, dan gaat de boter verbranden en dat willen we niet. Thank you.
Ja, haal de ossehaas eruit. Doe ik voor de laatste doe ik de border erbij in de oven. Dus daar kunnen we ook de saus uit het water halen. Zo. Zo, alles is op hetzelfde moment klaar, dus dat is natuurlijk mooi, dan kunnen we in één keer door. Zo, we hebben een mooi aardappeltaartje gemaakt. Dan in het midden van het bord een mooi stuk fosfor geglaceerd stuk witlof. Dan de ossehaas zelf. Dan hebben we per persoon de saus verpakt. Zo. We hebben de olie nog. En als laatste krokantjes van ui. Zo. Nou, voor jullie hoofdgerecht, mooi stukje ossehaas, saus gemaakt van zwarte truffel, wat olie van look, taartje van aardappel en dan geglaceerde witlof. Eet smakelijk.